Ron, van een verlaten Hoenderlo, een verlaten Portugal, nu in één keer met 5000 supporters in de Kuip. Dat is wel leuk thuiskomen, of niet? Ja, absoluut. Het zegt iets over hoe het leeft en hoe het begint te leven. En het is altijd leuk om met supporters te kunnen trainen. En als er dan zoveel op de training afkomen, dan is dat een heel positief signaal. Kijk, wij zijn er al een paar weken heel bewust mee bezig. En nu merk je ook dat het in het land gaat leven. En dat er een open training is. En dat er dan zoveel mensen op afkomen. Dat is een goed signaal. Het is natuurlijk de eerste keer dat jij voor Oranje in een wedstrijd met het nieuwe systeem gaat spelen. Wat moet er beter, denk je, ten opzichte van een wedstrijd tegen Ecuador? Je wil altijd meer als individu en als ploeg. Ik denk dat we... Dat we geleerd hebben van de eerste wedstrijd. Dat hebben we teruggezien. En dingen die niet goed zijn gegaan, die zullen we nu moeten verbeteren. Het is een aanloop naar het WK, dus het is een oefenwedstrijd. Dus we moeten daar ook niet te zwaar aan tillen, maar we willen natuurlijk wel de uitvoering heel goed doen. Ja. Jij bent achterin natuurlijk de meest ervaren kracht met 22 interlands. Omschrijf jouw rol is als centrale verdediger. Weet je, of ik nou jong of oud ben. Weet je, ik heb daarin mijn rol nooit echt anders gezien. Natuurlijk is het anders als je wat jonger bent en door de ervaring die je hebt ga je wat anders tegen dingen aankijken. Maar ik ken die jongens om me heen vrij goed. Zeker Steven en Bruno heb ik natuurlijk heel veel mee gespeeld. Dus dat voelt gewoon vertrouwd en het is lekker en ik heb er heel veel zin in. Luisteren ze een beetje naar je achterin? Nou ja, we luisteren naar elkaar. Natuurlijk praten we daar ook regelmatig over. We hebben allemaal andere ervaringen, maar dat is alleen maar goed. Ik denk dat je daar juist goed over moet communiceren, want dan wordt het alleen maar makkelijker. Maar jij ziet jezelf niet als een soort aanvoerder van de achterste linie? Nou ja, daar ben ik sowieso altijd wel mee bezig. Of ik nou wel of niet aanvoerder ben, of hoe oud je ook bent, of waar je ook voetbal, dat maakt niet zoveel uit. Dat is altijd een uitdaging en een doelstelling voor me om daarin... Iedere keer weer bepalend te worden en dat geldt ook nu. Vandaag 5000 supporters, morgen 50.000 supporters. Jij bent weer terug in de Kuip. Ik denk dat jij er wel zin in hebt, of niet? Ja, zeker. Het is altijd leuk om hier terug te komen. Je ziet ook weer zoveel bekende mensen. Dat geeft gewoon een heel prettig gevoel en ik heb er ook heel veel zin in de wedstrijd.